luiertaart die jullie kunnen winnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Disna en dit is Jolla. Wij gaan vandaag luiertaarten maken. Yay! We gaan voor een vriendin een luiertaart maken. Gelukkig dat deze video een week later online komt. Want dan zitten wij al op de baby shower van Laura. En we gaan de luiertaart maken voor Laura. Laura die is fan van Woezel en Pip. Dus we gaan een Woezel en Pip luiertaart maken met deze Woezel en Pip luiers. En ik heb allemaal dingetjes besteld van Woezel en Pip. Dus dat wordt super leuk. Allemaal dingetjes. En omdat ik het ook wel heel erg leuk vond om eentje als voorbeeld te gebruiken, heb ik deze gebruikt als voorbeeld. Die hebben wij gekregen. Ja, van? Van Linda. Van Linda. Die heeft deze gemaakt met Pampers. Echt super leuk. Pampers luiertaart van Nijntje. Omdat ik zelf heel erg gek ben op Nijntje, heeft zij dat zo gedaan. Ik vind het ook een leuk formaat. Het is niet extreem groot. En daarom heeft het ook echt super lang bij ons in huis gestaan. Ik weet ook nog steeds niet of we hem wel gaan gebruiken. We gaan nog een luiertaart maken. En wat daar heel leuk aan is, is die luiertaart gaan we... We geven aan jullie. Eén van jullie allemaal. Ja. Ja. En dat is niet gesponsord of zo. Dat is gewoon ons eigen ideetje wat we leuk vinden om te doen voor jullie. Dat folie zat hier ook nog omheen, maar dat heb ik al afgehaald. Maar dat gaan we er straks wel omheen doen natuurlijk. En ik heb dit nog bij de Hema gekocht. Een soort vloeipapier voor ertussen. En dan heb ik wol. En ik heb nog deze gekocht bij de Hema. Ja, alles is eigenlijk van de Hema wat ik gebruik. En de andere dingen, deze had ik besteld bij Mamaloes Baby Shop. We hebben dus luiertjes maat 2 genomen. Want, en dat heb ik wel ervaren met deze luiertaart. De meeste mensen laten hem wat langer staan. Dus het is wel handig wanneer je maat 2 neemt. Zodat ze daarna ook echt nog wat aan de luiers hebben. Ik pak even schaar. Ja. Oké, dit is het eerste stuk. Dit is de onderkant. Ik vind hem zelf wel iets minder netjes dan dat ik hem had gewild. Maar dat komt dus omdat we geen losse elastiekjes hadden. Dus iedereen die een taart gaat maken is koop van die post elastiekjes. En op zich, je kan hem natuurlijk... Is het veel mooier wanneer je hem oprolt van binnenuit. Zo, dan heb je een veel mooier luiertje voor de taart. Maar dan had je de Woezel en Pip logo's niet aan de buitenkant. En dat vond ik bij deze Woezel en Pip taart juist wel leuk. Dus ja, keuzes, keuzes. Moeilijke keuzes. Taart. En nou moeten we iets verzinnen dat dit op dit blijft staan. Voor bovenop. Is niet zo heel groot als je denkt. Talking weird, talking loud. I know that I like you. Probably more than you. Hit in a crowd. Everyone. Leuk dat die samen boven zitten, hè? Ja, omdat ze een beetje stevig zijn. Twee vriendjes bovenop. Ja, zoiets. Ja. We gaan hem nu nog een beetje opfleuren. Deze leek me wel leuk om ook op de Lily Doo luiertaart te doen. Omdat Lily Doo luiers, er zitten geen parfums en dat soort dingen in toegevoegd. Dus het zijn hele natuurlijke luiers. En natural past er goed bij, dacht ik. Dus die doen we er leuk bij cadeau. Hartje maken. Hier, kijk. Iets van zo. Oh, ik kan een hele mooie bloemen.
Ja. Ik hou me voor je vast. Ik knip hem wel even af. Een beetje zo, ja. Ja, dat is beter. Ja, zo. Zie je, daar hebben we een man voor nodig. Ja, een man voor nodig. Ja, doe jij zo? Cadeaupapier eromheen, daar ben ik niet zo heel goed in, blijkt. Ik vind het ook wel jammer dat je hier nu niet echt heel goed Woezel en Pip meer ziet zitten. Oké, nou, ze zijn klaar. Dit is dus de Lilydoo luiertaart die jullie kunnen winnen. Dus laat in de reactie hieronder eventjes weten waarom jij kans wil maken op deze leuke Lilydoo taart. En natuurlijk moet je ook geabonneerd zijn en deze video even een duimpje omhoog geven. En het zal vooral superleuk zijn als jij zwanger bent. Of misschien iemand belangrijk voor jou die zwanger is. Kan ook. Laat maar even weten. En dit is de taart voor onze vriendin. Ja, die is voor Laura. Die gaan we zondag aan haar geven. Vergeet niet te abonneren. En geef een duimpje omhoog. En doei! Abonneer beneden! Later! Later! Rock that joint!